Op het moment dat er een nieuwe knokker uitkomt, dan heb ik vaak een aantal video's die ik maak. Dat ik de nieuwe knokker vrij speel, dat ik hem upgrade naar maximaal level en dat ik hem rank level 25 haal. Maar dat is vandaag niet het geval. Nee, nee, want we hebben de nieuwe knokker Melody al lang over de rank level 25 gepusht. We gaan al richting de rank level 27. Het gaat echt niet normaal lekker, jongen. Dat is niet normaal. Ik heb hier wel één potje verloren, maar hiervoor hadden we echt een heerlijke winststreak. Dus dat was wel echt heel erg fijn. En we gaan binnenkort kijken of we Melody naar de rank level 30 kunnen pushen. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. Ik ben met Mate in China en Anouar dat allebei hele goede spelers zijn. En we gaan in ieder geval in deze video even kijken of we de 900 trofeeën kunnen halen. Gewoon lekker doorspelen en eens kijken of dat te doen is. Als je ziet hoe goed het nu gaat, denk ik wel dat dat te doen moet zijn. En dat is ook niet het enigste. Nee, nee, we hebben natuurlijk ook de Brawl Pass die dit seizoen erbij is gekomen. Dus die gaan we natuurlijk ook even kopen met de code BOUS. Dus laten we dat natuurlijk maar eerst eventjes doen. Hele vette skin voor Bus die je kan krijgen aan het eind van deze pass. Dus dat is wel heel nice. En heb ik trouwens de code BOUS ingevuld? Moeten we even checken voor de zekerheid. Ja, code BOUS is ingevuld. Dus dan gaan we op die manier de Brawl Pass kopen. De Brawl Pass Plus voor de meeste rewards. En dan hebben we aan het eind van dit seizoen, als ik alles in één keer kan claimen, weer vet veel rewards erbij. Want dat vind ik wel leuk als we dan alles gaan claimen om dat dan allemaal in één keer te doen. Maar de Brawl Pass Plus is ontgrendeld. En dan ben ik nu al bij pad nummer 18. Dus dat is wel echt heel erg lekker. Gekocht met de code BOUS. Maar trouwens, ik ben nog helemaal vergeten te zeggen, doe even dat duimpje omhoog. 2500 likes. Heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. Ook op het moment dat ik Melody natuurlijk rank level 30 ga halen. Ik hoop dat dat binnenkort gaat lukken. Voor nu gaan we in ieder geval gewoon lekker strijden. En eens kijken of wij die 900 trofee kunnen gaan halen. Wat natuurlijk ook al een behoorlijke prestatie is. En Melody is op dit moment mega overpowered. Eén nadeel is wel, iedereen speelt bijna met de Melody in zijn team. Dus dan heb je de voordeel van Melody niet echt meer. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ja, we gaan gewoon lekker spelen. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. Oh, we hebben een Fang, Stu en een Leon tegen ons. Dus we hebben zowaar geen team met de Melody tegen ons. Oké, nou dat is op zich ook wel weer chill. Want Melody is op dit moment echt te overpowered gewoon. Want op het moment dat jij je super hebt, kan je in één keer helemaal naar de andere kant van de map. Dus dat is wel echt nice. Kijk, nu heb ik dus mijn super. Dan gaan we even kijken en... Oh, daar zat die Leon dus terug blijkbaar. Dus dat is een klein beetje balen. Die gaat nu wel dood en Anouar speelt daar goed. Die heeft daar nu mooi wat kills kunnen maken. Moet hij wel even oppassen voor die stoel. Oké, die gaat hier denk ik wel dood. Ja, inderdaad. Kijk, dat is jammer, hè. Als die Leon daar niet had gezeten, had ik gewoon met mijn super in één keer daar naartoe gekund. En dan had ik zo kunnen scoren. Maar met in China... Ah, oh, daar was nog een Leon. Ik zou even mijn gadget aanzetten. En dan moeten we hier eventjes terug. Wat gaan we doen? En ik kan misschien nu hier eventjes gaan scoren. Even kijken. Ja hoor. Lekkere goal. Dat is zo chill aan Melody, jongen. Je kan in één keer van de ene kant van de map helemaal naar de andere kant met je super bijna. En dat is wel echt mega overpowered. Ik kan even mijn shield aanzetten. En hier nog een keer naartoe. En gaat dit goed? Ah, oh, dan ga ik helaas dood door die super van Stu. Of die, ja, dat vlammetje wat op de grond lag. Jammer, want anders hadden we hier denk ik de 2-0 kunnen scoren. En dat gaat denk ik nu niet lukken. Alhoewel heeft Crow wel zijn hypercharge, dus dat is wel chill. En moet hier even kijken of we kunnen scoren. Ik zal er even opzij schieten. Oké, dat gaat uiteindelijk goed. Hoppa, dit potje gewonnen. En dat betekent dat we al op de 850 trofeeën zitten. En deze map is op zich wel chill. Want je kan heel snel potjes vooruit gaan. Want het is echt een mega open map. Dus je gaat heel snel potjes vooruit. Maar de rank level 27 is nu al gehaald. Dus dat is wel echt heel erg nice. Dus in plaats dat we rank level 25 halen, hebben we nu rank level 27 gehaald. En we gaan dus nog even doorstrijden. Kijken of we de rank level 28 ook kunnen halen. Oftewel de 900 trofeeën. Wat een beste prestatie is. Alhoewel moet ik zeggen dat we denk ik nu wel een goed team tegen ons hebben. Ik zie namelijk dat hun een Melody hebben. We hebben een Piper en een Amber. Dat zijn gewoon allemaal goede knokkers hier zo. Ja, Piper is ook echt goed, jongen. Even kijken. Ja, oké, dat is chill. Die Melody wordt gesloten. Dus dat is wel fijn. Kan ik even kijken of ik hier misschien wat kan. Ja, best wel wat levens verloren. Dus dat is een klein beetje balen. Ik kan even kijken. Nee, ik ga hier verder niet pushen. Want dan ga ik waarschijnlijk dood. En dat moeten we ook niet hebben. Ik ga heel even naar achteren. En dan hier gewoon zorgen dat we verdedigen. Want dat is voor nu even belangrijk. Ja, ik kan natuurlijk wel aanvallend gaan spelen.
Maar dat is niet altijd even handig. Oké, misschien had ik die bal iets beter moeten wegschieten. Die Piper, oké, nice. Dan kan Metechina misschien nu gaan scoren. En dan staan we gewoon 1-0 voor. Terwijl dat dit volgens mij best wel goede tegenstanders zijn. Inderdaad, hun goal was helemaal leeg, want ze waren allemaal dood. Dus dat is chill. Gaan we eens kijken of we dit potje nu ook kunnen winnen. Dat is chill dat die Amber meteen dood is. Dan moet ik nu even zorgen dat ik mijn supers kan krijgen. En ik zal even mijn gadget aanzetten. En oké, ik heb nu mijn super. Even kijken. En gaat dit lukken? Ja hoor! Lekker! En dat betekent dat we dit padje ook hebben gewonnen. Let's go! Dit waren wel wat betere tegenstanders. Maar desalniettemin, wel nice dat we hebben gewonnen. En dan hebben we op dit moment al een 5 winststreak. Deze Melody, ja, best wel goede speler, al zeg ik het zelf. Het zijn natuurlijk ook geen slechte spelers waar we tegen moeten. Want we gaan ondertussen al richting de 900 trofeeën. Dus dat is al redelijk wat. Nog 35 trofeeën te gaan. Dus als wij de komende 3 potjes achter elkaar winnen, dan heb ik de 900 trofeeën met Melody al gehaald. Hoe nice zou dat zijn? Oh ja, Nani is ook een goeie. Fang ook. En Melody ook. Dus dit is weer een goed team wat we tegen ons hebben. Maar ja, het vorige potje hebben we ook gewonnen. Dus dat is lekker. Even uitkijken voor die Nani. Ja, dat zijn de grootste klappen die je krijgt. Die Nani. Dat is gewoon het gevaarlijkst. Ik kan even hier pushen misschien. Even mijn gadget aanzetten. Want ik had verwacht dat die Melody eigenlijk hierheen zou lopen. En dat doet hij niet. Maar misschien dat we hier die nu wel kunnen killen. Ja, dat lukt inderdaad. Even hier om dit hoekje. En dan zal ik die bal even pasen naar Crow. Oftewel Anouar. En gaat hij nu scoren? Ah nee, helaas niet. Dat was ook wel een moeilijk hoek hier om eerlijk te zijn. Even hier helpen. Ja, en dan ga ik hier even deze Fang proberen te killen. En lukt dat? Ja, die zit hier om het hoekje. Oké, op zich zouden we misschien nu wel kunnen gaan scoren. Want we staan er wel redelijk goed voor. En gaat dit lukken? Ja. Heerlijke goal weer. En dat betekent dat we weer 1-0 voor staan. We zijn on fire op dit moment. En dit is wel uitkijken geblazen. Dat gebeurt zo vaak, jongen. Dan heb je zo'n Melody tegen je met super. Ja, en dan scoort hij op deze manier. Dat doe ik nog niet zo heel vaak. Moet ik eigenlijk iets beter onder de knie krijgen. Ik kan nu even mijn super aanzetten. En dan ga ik even kijken of ik hier gewoon lekker kan pushen. Want dat is ook belangrijk. En ik denk dat er nu wel gescoord kan worden. Ja, nice. Dan hebben we uiteindelijk wel gewonnen. Want Melody, als je je super hebt met gadget en je shield erbij, dan kan je zoveel damage doen. Dat is echt super chill. We zitten op de 877 trofeeën. Dus nog 23 trofeeën te gaan. Oftewel 2 potjes winnen. Dit is echt niet normaal hoe goed dit gaat, jongen. Had ik echt niet verwacht dat we gewoon ook tijdens de opname zo goed zouden blijven gaan. Want voor de opname, zoals jullie zagen, gingen we ook heel lekker. Maar ja, dan is het natuurlijk altijd even wachten of de opname net zo lekker loopt als de potjes die je dan daarvoor hebt gespeeld. Die Leon, die doet daar irritant. Oké, dat is in ieder geval even een hit. Moet even uitkijken voor die bus. Zou even mijn shield aanzetten om eventjes wat levens erbij te krijgen. En die Melody, die scoort dan ook nog gewoon. Dat is wel irritant. Ik heb nu mijn super, dus ik kan gewoon een poging wagen. Kijken of dat gaat lukken. En nee, dat was iets te veel van het goede. Ik kan nog een klein stapje vooruit moeten doen. Ja, kijk, op de een of andere manier lukt mij dat gewoon niet zo lekker. Om op die manier te scoren. Dus dan vaak ga ik gewoon in de gewone aanval. Want dat werkt voor mij net wat beter. Oké, we kunnen even kijken of we hier die bus kunnen hebben. En nu die Leon erbij. Ja, dank u. En dan moeten we nu even kijken of we kunnen scoren. En dat lukt ook. Denk ik, ja inderdaad. Dat scheelde niet veel. Maar hij zit. Oké, we willen deze winnen. Want anders zijn we onze winststreak kwijt. Plus natuurlijk de mintrofeeën. Dat zou ook balen zijn. Oké, die bus die hebben we nu. Dus dat is chill. Ik zal hier even mijn super neerzetten. En dan meteen even terug. En dan even naar Metechina. Die kan scoren. En dan hebben we dit potje gewonnen. En dan hebben we de winststreak nog steeds behouden. We zijn on fire. Let's go! Nog 1 potje winnen en we hebben gewoon de 900 trofeeën met Melody gehaald. Dit gaat echt bizar goed, jongen. Is echt niet normaal. Zijn er trouwens goede tegenstanders? Ja, die Leon die zat wel hoog en die Bus ook, maar die Melody zat eigenlijk heel laag qua trofeeën. Dat is eigenlijk stom dat je dan met zulke hoge tegenstanders speelt. Zou ik eens kijken van Nederland hoeveel zit ik nu staan met Melody? Ik sta in de top 200 bijna. Eigenlijk wel bizar. Dan heb ik Melody al zo hoog. Maar er zijn er nog meer dan 200 spelers die in een week tijd Melody nog hoger hebben gepusht. Ja, er zijn echt te veel no-lifers op dit moment in Brawl Stars. Maar let's go!
volgend potje. En als we dit potje hebben gewonnen, hebben we dus de 900 trofeeën al met Melody gehaald. We hebben een Bee, Max en natuurlijke Melody tegen ons. Maar ja, die Melody die hadden we van tevoren ook al kunnen invullen. Want die hebben we bijna elke keer tegen ons. Wat gaan we doen? Hier even weer een hit. Als ik mijn super heb, dan kan ik lekker gaan pushen. Dus ik hoop dat ik die zo meteen even snel kan krijgen. Zou mooi zijn. Wat gaat die Melody nu hier doen? En die gaat hier gelukkig net niet scoren. Dat scheelt. Dat is altijd even spannend als dat gebeurt. Dan even kijken of ik hier die beat kan hebben. Ja, dat lukt ook. Dan hoop ik dat Metachina kan scoren. Dat doet hij ook. En dan staan we 1-0 voor. Lekker. Nog één goal scoren. En dan hebben we het gewoon gehaald. De 900 trofeeën. Zonder te verliezen, hè? Zonder te verliezen de 900 trofeeën. Echt heel nice. Ja, natuurlijk wel hiervoor. Voor de opname hebben we wel een paar potjes verloren. Maar gewoon tijdens de opname hebben we niet verloren. Oké, moet hier even uitkijken. Maar misschien dat dit goed gaat komen. Ah, dit was iets te aanvallend. Daar had ik iets voorzichtiger moeten doen. Want ik wist eigenlijk wel dat ik daar gekild zou worden door die bee. En even kijken of dit goed gaat. Ik kan mijn gadget even aanzetten en dan gaan we hier even kijken of ik kills kan maken. Ja, dat gaat prima. En dan zal ik die bal even wegschieten. Ja, top. Dan hebben wij die bal in ieder geval niet meer in deze hoek. Dus dat scheelt. Wat gaan we doen? Kunnen we die bee nog hitten? Ja, nou, dat gaat niet echt lukken. Oké, die zit daar nu om de hoek. Ik zal hier even weggaan, want die bee had natuurlijk zijn power shot. Waarmee die gewoon veel damage kan doen. Oh, en heb ik nu bijna mijn... Oh, shit, ik wou net mijn gadget aanzetten en dan die kant op gaan. Want ik had nog één hit nodig en dan had ik mijn super. En dan kunnen we weer goed aanvallen. En nu heb ik natuurlijk weer 4 hits nodig. Dat is het enige nadeel van Melody. Dat je zoveel hits nodig hebt elke keer. Ook als je opnieuw levend wordt gemaakt. Dat je zoveel hits nodig hebt. Oké, dit is heel erg nice. Kunnen we even kijken. En dit moet nu te doen zijn. En het is ook te doen. We hebben de 900 trofeeën. Let's go. Heerlijk, 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 heerlijk. Oké, dit is wel echt heel erg goed gegaan. 900 trofeeën met Melody. Zonder te verliezen. We begonnen echt op de 830 trofeeën of zo. Dus dat is wel echt heel leuk. Ik weet niet meer welk potje ik precies begon met deze video. Maar in ieder geval, we zaten op de 820. En sindsdien hebben we niet meer verloren. En hebben we elk potje gewonnen. Waren dit goede tegenstanders? Ja, dit waren al wel iets betere tegenstanders. Maar in ieder geval nice dat we de 900 trofeeën hebben gehaald. En de Brawl Pass hebben gekocht. Oh ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een gratis reward, bonus reward erbij. Oh, en we hebben trouwens ook nog een reactie erbij. Nou, leuk meegenomen. Maar voor nu laat ik erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik toch wel nog mening te zeggen? Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken waard. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!